zien, wat eten mijn paarden? Ik zeg niet wat ze eten, maar wat lusten mijn paarden? Zo moet ik het zeggen. Ik heb hier wat groenten. Je kan natuurlijk verschillende soorten groenten aan je paard geven. Ik heb natuurlijk opgezocht wat ze mogen. Ik heb komkommer. Venkel. Nog een stukje venkel. Ze mogen zelf spruitjes, heb ik gelezen. Hier mogen ze niet te veel van. Dus kijk goed van ja, wat mag mijn paard en wat mag die niet. En doe dit natuurlijk uiteraard in mate. Stukje pompoen. Ik heb gewoon allemaal stukjes van genomen, want ik ga niet alles espresso bonen. Nou, we hebben hier Max, die hooi aan het eten is. Maxie! En ik ga dit bakje, niet helemaal natuurlijk, want sommige stukjes zijn voor Stanley. Gaan we eens even kijken wat hij nou lust. Kijken of ik jullie wat dichterbij kan zetten. Maxie! Kijk eens! Nou, ik begin met de komkommer. Nou, zo te zien is de komkommer goedgekeurd. Lekker hè? En ik heb expres ook wat groenten gedaan, want ik heb wel vaker van deze soort video's gezien bij andere YouTubers. En ik heb liever groenten en ook nog video's voor fruit. En dan ga ik nu een stukje venkel proberen. Kijk eens. Vind je het lekker? Ik ga beter een video maken van wat lusten, maar wat dingen niet. Nou, dat gaat er ook goed in. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar spruitjes. Ik vind het echt zo goed. Gaan kijken wat Max er nog in. En Max hij spuugt er ook niet uit. Ik ga het zo klaar. Maar hij vindt het wel lekker. Gaan we naar de spersieboom. Kijken of hij die lekker vindt. Ja joh, hier. Nou, spersieboom, ja, ik weet niet of hij goed gevoeld heeft. Oh, dan moet hij even, over nadenken. Nou, dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Kijk eens, Max, spersieboontje. Ja, die gaat er ook nog steeds in. En dan gaan we een stukje pompoen erin doen. Kijk of hij dat nog lekker vindt. Nou, pompoen vindt hij ook heerlijk. Lekker, hè? Nou, dan doen we nog een spruitje, want misschien is het gewoon een voordeel van de twijfel. Nou, dat gaat er ook in. Dus met andere woorden, nou moet hij er even over nadenken. Nou, nu nog een stukje venkel weer. En dan heeft hij genoeg gehad, want dan wil ik niet te veel krijgen. Het is gewoon de bovenkant van de venkel. Net had hij de onderkant van de venkel, nu de bovenkant. Nee, die laat hij vallen. Ah, toch iets wat hij niet lekker vindt, de bovenkant. Nou, een stukje onderkant dan. Nee. Nou, de venkel ging er als eerst goed in. Maar venkel is afgekeurd. Dus, komkommer lustie. Venkel niet. Spersbonen lustie. Spruitjes lustie. En hij lust de pompoen. Nou, dit zijn een aantal groenten die ik geprobeerd heb. En nu gaan we naar Stanley. En Stanley is eigenlijk wat kieskeurig. Nou, nu gaan we naar de kieskeurige van de twee. En die krijgt hetzelfde. Nou, komkommer. Gaat er ook in, stootje weg. Nou, komkommer lust hij ook. Nou, het verleden heeft hij dat wel eens laten staan. Maar, nee. Er gaat toch een stukje uit. Misschien moet ik aanbieden dat het wel oké. Ja, toch wel. Jam, jam. En Maxie denkt, ik wil nog meer. Max, hou eens op. En een stukje venkel, een klein stukje venkel. Gaat er ook in. Nou, dat is er ook. Een stukje pompoen. Kijk eens. Jam, jam. Ik moet wel zeggen, Stanley heeft PPID en toen hij de medicatie had, had hij heel slecht van alles en nog wat. Maar hij heeft behoorlijk zijn smaak weer terug. Nou, spruitjes heb ik hem nog nooit gegeven. Pompoen ook niet, maar dat vindt hij blijkbaar lekker. Spruitjes nooit gegeven. Ik ga even kijken. Want ik wist niet dat de paarden ook spruitjes mochten. Ik weet dat ze er niet te veel van mogen. Nou, dat gaat er ook goed in. Gaan we een spersieboontje proberen. Nou, haflingers rusten alles. Dat gaat wel weer, klopt wel weer enigszins. Nou, kijk of hij de bovenkant van de venkel lekker vindt.
verbaasd omdat Stanley daar een liste onder had gemaakt. Gaat het toch met SLJ1. Ja? Nog een keer proberen, spersiebouwtje. Het wordt zelf te geld. Zoek maar de voordeel van de twijfel. Ook lekker. Stukje pompoen. Jam jam. De komkommer is op. Nog een spruitje dan. Nou, dat vind ik ook lekker. Nou ja, dit wordt dus een video van wat lusten mijn paarden. Niet? Nou ja, zo te zien lusten ze alles. Kijk of Max nog de venkel wil eten. Van Stan weet ik gewoon dat hij wel wat meer kan hebben. Max heeft natuurlijk een beetje gevoelige maag en darmen, dus bij Max durf ik niet zoveel te geven. Maar Stanley die heeft daar niet zoveel last van. En Stanley lust gewoon alles. Ja. Verbaas me. Ik denk mijn paarden die lusten niet zoveel, maar toch wel. En nog een stukje venkel. Maar dit krijgen ze nu niet elke dag hoor, dus gewoon met maken. Dus als je je watergroente geeft, kijk even op internet of vraag het even naar of je paard het mag en hoeveel. Voor spruitjes en spersiebonen mogen ze niet zo heel veel van. Pakjes leeg en stel niet dat lekker gesmaakt. Goed lekker jongen, sinds wanneer ben jij zo... Dit zit zo goed. Oh, de kommer lijkt er mee te staan. Nou, als je hem wel op. Hè? Goed zo, jongen. Ja. Nou, alles is eigenlijk goed gekeurd bij Stanley. En Max die vond de venkel iets minder lekker, maar volgens mij heeft hij nou ook opgegeten. Dus eigenlijk lust mijn paarden. Allebei. Stanley, het zijn wat korte video's, maar ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze video. Doe even een duimpje omhoog. En laat even weten wat jouw paard lust of wat hij juist niet lust. En dan zie ik jullie volgende keer. Doei doei!